Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Want vandaag heb ik een Q&A voor jullie. En jullie zien het misschien al wel, ik ben lekker feestelijk gekleed. Want het is natuurlijk mijn eerste video in 2020. Ik wens jullie allemaal een heel erg fijn jaar. En laten we maar beginnen met de video. Op Instagram hebben jullie heel veel vragen aan mij gesteld. En een aantal daarvan heb ik eruit gehaald en die ga ik beantwoorden in deze video. Dus ben jij benieuwd? Blijf dan kijken. En de eerste vraag is, wat zijn je hoogtepunten van 2019? Nou, ik heb wel een aantal hoogtepunten van 2019. Allereerst natuurlijk dat ik geslaagd ben. Ja, daar was ik heel erg blij mee. Ik zag zo op tegen de examens en ik was zo zenuwachtig ervoor. Dus dan is het wel fijn om te horen dat je geslaagd bent. En verder, de examenreis met mijn vrienden was zo leuk. Dat was ook echt een van de leukste vakanties ever. Daar heb ik heel erg van genoten. Verder, ja, mijn nieuwe opleiding. Ik heb het heel erg naar mijn zin op een nieuwe opleiding. Dus ik vond het heel erg fijn om daar naartoe te gaan. Dus dat waren wel een beetje de hoogtepunten. Natuurlijk heb ik ook heel veel mooie plekken mogen bezoeken. Ik ben in landen geweest waar ik nog nooit eerder ben geweest. En dat vond ik ook wel heel erg bijzonder. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Dus dat waren wel een paar hoogtepunten voor mij uit 2019. Ik kreeg heel veel vragen over mijn nieuwe opleiding, of ik het naar mijn zin heb en wat ik het leukste eraan vind. Nou, laat ik beginnen met of ik het naar mijn zin heb. Ik heb het echt super erg naar mijn zin. De opleiding is nog leuker dan ik had verwacht. Nou, ik weet al vanaf kleins af aan dat ik iets in de mode wil gaan doen. En ja, deze opleiding past gewoon helemaal bij mij. We leren alles over kleding, maar ook heel erg branding. Dus hoe werkt social media en dat soort dingen. Dus het is heel erg divers en ik vind het zo leuk. Ik heb ook echt een hele leuke klas. Dus ja, ik heb het echt heel erg naar mijn zin. En de volgende vraag was dan ook, wat vind je het allerleukste aan je nieuwe opleiding? En dat vind ik best wel moeilijk om te zeggen, want ik vind alles wel heel erg leuk. Ik vind sowieso alle vakken heel erg leuk. Ik vind de opdrachten leuk. Maar ja, ik denk wat ik het leukste eraan vind, is vooral dat het zo erg bij mij past. Ik weet al van kleins af aan, wat ik net al zei, dat ik iets met mode wil gaan doen. En ja, op de middelbare school heb je natuurlijk vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Ja, je moet het natuurlijk voor leren, maar ik vond het helemaal niet leuk. En ik weet ook dat ik daar later niks mee ga doen. Dus met deze opleiding vind ik elk vak gewoon leuk en kan ik het heel erg goed gebruiken voor wat ik later wil gaan doen. En ik kan het ook heel erg goed combineren met mijn YouTube-kanaal. Want ik maak natuurlijk vaak video's over kleding. Nu ja, leer ik er alles over, dus kan ik jullie nog meer tips geven. Dus ja, dat vind ik er zo leuk aan. De volgende vraag is, heb je goede voornemens voor 2020? En eerlijk gezegd doe ik daar nooit echt aan. Want ik vind zelf, als je iets heel erg graag wil doen, dat je het meteen moet doen. En niet dat je moet wachten tot 1 januari. Tenminste, dat heb ik zelf heel erg. Want voor mij werkt het niet om dingen uit te stellen, want dan ga ik het toch niet doen. En ja, ik ga tegenwoordig al best wel veel naar de sportschool. Dat wilde ik heel erg graag gaan doen. Ja, dus daar ben ik toen mee begonnen. Dus ik denk 2 maanden geleden, 3 maanden geleden ben ik echt begonnen met heel veel sporten. En ik doe nu aan boksen, zoals jullie misschien wel op mijn Instagram hebben kunnen zien. En het kwam een beetje zo, ja, ik vond de sportschool echt nooit leuk. Ik ging er nooit naartoe. En dan zeiden mijn ouders van, Joy, kom nou eens mee naar de sportschool. En ik had altijd smoesjes om niet mee te gaan. Totdat een vriendinnetje die bij dezelfde sportschool zit, zei van, kom, laten we een keer gaan boksen. En toen ben ik gaan boksen en nu ben ik gewoon helemaal verslaafd. Ik vind het zo leuk om te doen. En ik ga nu 4 keer in de week boksen. En dat is best wel veel natuurlijk. Want ik sportte nooit en ineens zoveel. Maar ik vind het gewoon zo leuk om te doen. Het is echt verslavend en ik baal gewoon als ik een keer niet kan. Dus ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik heb ook hele leuke boksleraren. En die geven gewoon heel erg leuk boksen. Dus het is gewoon eigenlijk hartstikke gezellig om te doen. Want het is met een leuke groep. Ik ga met of mijn vriendin of met mijn nicht gaat ook wel eens mee. En mijn moeder ook. Dus ja, het is gewoon heel erg gezellig. En je bent ook nog eens goed sportief bezig. En boksen is echt heel erg zwaar. Want ik had echt geen conditie. Hardlopen, daar was ik allemaal niet goed in. En ik bouw nu steeds meer conditie op. En ik zit ook gewoon lekker in mijn velden door. En ja, ik ben gewoon heel erg blij daarmee. Dus ja, mijn goede voornemens ben ik al eerder, daar ben ik al eerder aan begonnen. De
Misschien heb je het al wel doorgehad, maar de reacties onder mijn YouTube-kanaal, onder mijn video's, staan uit. En daar kreeg ik ook vele vragen over. Hoe kan het dat mijn reacties uitstaan? Ik heb dat zelf niet gedaan, maar dit komt door YouTube. En ik baal er zelf ook echt heel erg van. En dat komt omdat ik minderjarig ben. Ik word bijna 18, maar daarna kunnen weer de reacties aan en kunnen jullie weer volop reageren. Maar ja, ik baal er heel erg van. Maar YouTube wil dus niet mijn reacties aanzetten omdat ik nog geen 18 ben. En omdat ze, ja, het is iets, ik vind het heel lastig uit te leggen. Maar in ieder geval, als je jongere kijkers hebt, blijkbaar worden je reacties uitgezet. Ik snap er zelf niks van, want de meeste kijkers van mij zijn 16 of ouder. Dus ja, die zouden wel oud genoeg zijn, vind ik, om te kunnen reageren en om de reacties aan te zetten. En ik ken veel jongere YouTubers met een veel jongere doelgroep die wel de reacties aan kunnen zetten. Dus ik vind het allemaal heel erg gek. Ik kan in ieder geval niet wachten tot ik 18 ben en hopelijk gaan de reacties dan weer aan. Maar ja, sorry, ik kan er dus zelf niks aan doen. Ik had het zelf niet gedaan. Noem 5 dingen die altijd in je tas zitten. Nou, sowieso mijn telefoon, portemonnee heb ik altijd bij me, lipgloss heb ik meestal wel bij me, kauwgom en een haarelastiekje of een scrunchie of zoiets. Dat heb ik altijd bij me. Tips tegen schoolstress. Nou, ik kan jullie vertellen, ik had vooral op de middelbare school heel erg veel stress op school. Ik was altijd zenuwachtig voor toetsweken. Nou, voor mijn examens was ik echt niet normaal gestrest. Het was echt niet normaal. Maar ja, tips daarvoor. Heel goed plannen. En ik zeg altijd tegen mezelf, meer dan je best kan je niet doen. Ik weet van mezelf dat ik echt altijd mijn best heb gedaan. En ja, meer dan je best kan je niet doen. Dus als je dat tegen jezelf zegt, ja, bij mij hielp dat heel erg in ieder geval. En stress hoeft niet altijd erg te zijn. Ja, ik had altijd best wel veel stress. Maar mij motiveerde dat juist om extra mijn best te doen. En om extra goed te leren. En ik merk ook bij mijn examens, dat is echt heel erg gek. Maar de vakken waarvan ik dacht van, ah, dat komt wel goed, had ik lagere cijfers voor dan de vakken die ik heel erg moeilijk vond. Spanning hoort er natuurlijk bij, maar het komt echt goed. Hoe gaat het met je rijlessen? Nou, het gaat echt heel erg goed. Ik vind het super leuk om te doen. Ik volg nu mijn rijlessen bij Wolf. En ja, ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Ik heb ook een hele leuke rijinstructrice. Dus ja, dat. En verder, ja, ik heb net mijn theorie gehaald. Gelukkig, daar had ik ook heel veel stress voor. En daar heb ik gewoon echt heel veel oefenexamens voor gemaakt. En ja, het is gewoon echt heel veel examens maken. Ik merk dat dat gewoon het meest helpt. Ja, ik ging eerst gewoon in het boek ging ik alles doornemen, alles doorlezen. En daarna ging ik allemaal testen maken. En ja, uiteindelijk heb ik hem in één keer kunnen halen. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Maar daar was ik ook zeker heel erg zenuwachtig voor. En uiteindelijk, ja, ging het heel erg goed. Dus ik ben helemaal blij. Maar nu ik mijn theorie binnen heb, heb ik dus ook mijn praktijkexamen aan kunnen vragen. Dus dat heb ik gedaan. Eerst heb ik nog een tussentijdse toets. Maar hopelijk zien jullie over een tijdje een hele blije Insta-post van mij dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. Ik hoop het. Ik ga mijn best doen. Maar ja, het gaat dus heel erg goed met rijles. Wanneer zie je Dien weer? Nou, ik hoop heel erg snel. Maar het is natuurlijk best wel lastig, want ik moet gewoon naar school. En Curaçao is nou ook niet echt om de hoek. En voor degene die niet helemaal snappen wat ik bedoel, Dien is mijn broer. En mijn broer is dus naar Curaçao verhuisd. En ja, helaas kan ik hem natuurlijk niet elke week zien. Want Curaçao is 10 uur vliegen, dat is best wel lang. En wat ik al zei, ik moet gewoon naar school. Dus helaas kan ik hem niet super vaak zien. Want Dien kan ook niet zomaar naar Nederland toe komen, want hij werkt daar gewoon. Gelukkig was Dien laatst wel heel eventjes in Nederland. Hij kwam een paar dagen naar Nederland toe, want hij was jarig in november. En dat hebben we gewoon met de hele familie gevierd. Ik heb daar ook niet echt veel van online gezet of zo. Gewoon omdat we gezellig met de familie waren. En dat was heel erg fijn. Ja, ik hoop hem echt snel weer te zien, want ik mis hem echt heel erg. Wat mis je het meest aan de middelbare? Nou, ik mis vooral heel erg mijn vrienden elke dag zien. Het was altijd super gezellig in de pauzes en met elkaar naar school toe fietsen. Dus dat mis ik wel. Nou, ik zie ze gelukkig nog wel wekelijks. Maar ja, het is toch anders dan dagelijks. Maar ik spreek ze veel via WhatsApp en dat soort dingen. En echt, ja, mijn allerbeste vrienden zie ik gelukkig nog elke week. Want anders zou ik ze te erg missen.
En dan de allerlaatste vraag, een mooie afsluiter, waar ik het meest naar uitkijk voor 2020. Nou, ik heb heel wat leuke dingen op de planning staan. Ik word eindelijk 18 dit jaar. Het duurde even, maar ik word eindelijk 18. En het is echt heel erg stom, want al mijn vrienden worden nu 18. En ik ben altijd als laatste jarig, maar ik word nu ook eindelijk 18. En ik ga binnenkort, dat heb ik laatst al op mijn Instagram bekendgemaakt, reisleider worden voor GoFun. Ik ga namelijk naar Lloret de Mar en ik ga naar Mallorca toe. Ik ga in mei naar Lloret en in juli naar Mallorca toe. En dan mag ik dus reisleider zijn. Ik heb daar heel erg veel zin in. Lekker naar de zon. Ik kan niet wachten, want het is echt super koud buiten. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, dit is dan de Q&A. Hopelijk heb ik jullie vragen een beetje kunnen beantwoorden. En ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Helaas kunnen jullie niet reageren, maar jullie snappen nu waarom. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!